De tweede wedstrijd in het toekomstjournaal is die van de A1 van Frank de Boer tegen Heerenveen Emmen A1. Op een regenachtig de toekomst. De toeschouwers zien meteen een aanvallend Ajax A1 met Zee Eduardo in combinatie met Tom Boeren. En Eduardo scoort daar in de 8e minuut. En de Braziliaan is blij met zijn doelpunt. Goed uitgespeeld. 4-2 situatie. Maar de Braziliaan scoort wel de 1-0. En hier Roli Bonifacia, de verdediger. Mooi hakje daar, Tom Boeren. Kans voor Boeren en die scoort de 2-0. Boeren die vorige week actief was op het WK onder 17 in Nigeria. Hij kwam 2 dagen voor de wedstrijd terug van de lange reis. Net als doelman Warner Haan, maar hij scoort hier wel mooi de 2-0. Goeie start en dan Eriksen in de 22e minuut. Christian Eriksen met links en 3-0. Mooie treffer van de nummer 10 van de A1, Christian Eriksen. En hij brengt Ajax al na 22 minuten op 3-0. Zien ook Jan Olderikerink en zijn collega's. En dan gevaar weer voor het doel van Heerenveen Emmen. Eriksen vanaf rechts met links voorgegeven. Die bal gaat naast. Niet alles lukte. Wel een hele mooie voorsprong. Bij rust 3-0. En dan weer Bonifacia. Rick Schouw. Lange bal naar voren. Eriksen weer. Christian Eriksen. Josefsson. Redding daar. Dat al in de eerste minuut naar rust. Kans voor Josefsson. En dan de vrije trap van Eriksen. Vanaf rechts. En het is weer Zee Eduardo. Scoort daar zijn 2e treffer. Is van vele markten thuis. Als een volleerde spits scoort hij hier de 4-0 voor Ajax. Dat was 9 minuten na rust. En weer de zoveelste aanval. Lorenzo Burnett geeft voor. Josefsson. Oh, Boeren, maar die bal gaat over. Mooie aanval over de flank. Tom Boeren. Zijn teller bleef op 1 staan die middag. Een goede voorchecking van Ajax met Eduardo weer. Christian Eriksen schiet en wat een mooi treffer. Links onderin, kansloos, de doelman van Heerenveen Emmen. En Christian Eriksen scoort 5-0 in de 61e minuut. Mooi doelpunt, zijn 2e treffer, net als Eduardo. En hier in de herhaling. Mooi getrokken schot. En was Heerenveen Emmen nog gevaarlijk? Jawel, hier een corner en die bal gaat 1 meter of 2 naast. En daarom blijft het bij een klinkende 5-0 overwinning voor de A1 van Bob de Klerk en Frank de Boer. En volgende week een heuse topper in het bekertoernooi. Dan speelt de ploeg tegen AZ A1 in de 8e finales van de beker.